Het ene moment ben ik heel ambitieus. En het andere moment denk ik, waar de fuck ben ik mee bezig? Ik heb dat imposter syndroom. Ik weet niet of je dat kent. Dus ik heb heel erg dat ik. Dat imposter syndroom ben ik heel. Ik ben heel erg bang dat ik door de mand val constant. Maar je hebt al best wel veel dingen gedaan, Ja. dus weet Ja, je. dat vergeet je dus. Dus op het moment dat ik een studiosessie in ga, denk ik, yo, maar. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet schrijven. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik überhaupt wel een schrijver? En ik kan niet zingen. En eigenlijk gitaar spelen ook niet zo goed. Dus wat doe ik hier? Dus ik zie mezelf ook niet in die Ziggo Dome voor 64.000 man losgaan. Maar toch zien de mensen om mij heen het wel. En daar snap ik gewoon niks van. Dus dat is mijn grootste angst, dat ik gewoon daar naartoe moet. Maar ja, je bouwt daar naartoe. En onderweg heb je het niet zo door. Maar ik zie het zeg maar niet gebeuren. Maar toch ook weer het andere moment weer heel wel. Dan word ik gewoon cocky. En dan denk ik, ja, fuck it, doe ik gewoon. Weet je wel.